Dit is het nieuws van dinsdag 13 april met vandaag. Kinderen met een beperking krijgen plek op reguliere school. Aandacht voor seksuele diversiteit op de HAN. En gastouders Lingewaard haken af. Dit is het kanaal 13 Nieuws. Fijn dat u kijkt. De regio in 30 minuten. Dit is het kanaal 13 Nieuws. Kinderen met een verstandelijke beperking in de regio Overbetuwe en Lingewaard zijn het aankomende schooljaar niet meer aangewezen op scholen in Arnhem, Nijmegen of Druten, maar kunnen vanaf september terecht op de gewone basisschool de Esdoorn in Elst. De nieuwe schoolsituatie komt voort uit het project Samen Verder in Elst, waarbij leerlingen met een beperking een eigen klas krijgen toegewezen, waar zij in groepen van maximaal 12 kinderen hun lessen zullen volgen. Deze groep is een initiatief van drie partners, van Stichting De Driestroom en de onderwijsspecialisten en Stichting Samenwerkingsverband Overbetuwe, om te proberen om kinderen met een cluster 3 indicatie zo dicht mogelijk bij huis onderwijs te geven, zodat die kinderen op hele jonge leeftijd niet de Rijn of de Waal over hoeven om in het Arnhemse of in het Nijmeegse onderwijs te krijgen. De Driestroom heeft het initiatief genomen om in samenwerking met het speciaal onderwijs te zoeken naar een samenwerking met het reguliere. Omdat we door de jaren heen zien dat kinderen al heel snel een keus moeten maken voor onderwijs. Speciaal, maar misschien kunnen ze net wat meer. Regulier, maar misschien lopen ze dan wat achter. Dus we hebben van daaruit het initiatief genomen om te zoeken naar een school die met ons samen die kansen van kinderen wil benutten. En van daaruit zijn wij het gesprek ingegaan. En als we de groep gaan starten, dan zullen er onder andere kinderen vanuit ons worden doorverwezen naar deze school. En zullen wij waar mogelijk geïnduceerde zorg bieden. Dus een klein stukje extra begeleiden, zodat de kinderen nog wat meer kans krijgen. Wat vindt u als directeur van een reguliere school van een initiatief als deze? Een hartstikke mooie kans om te laten zien dat het niet eng is om met andere kinderen samen te werken. Eigenlijk zijn we daar al een paar jaar samen bezig om dit voor elkaar te krijgen. Dus ik vind het alleen maar hartstikke mooi dat dat gebeurt. Is het een leuke school waar je nu op zit? Ja. Ja. Hoezo? Nou, omdat ik hier pas nieuw ben en omdat ik hier al heel veel vriendinnen heb. Ja. Het project Samen Verder in Elst is een initiatief van het Samenwerkingsverband Overbetuwe, Stichting De Driestroom en Stichting De Onderwijsspecialisten. De bedoeling van dit initiatief is om niet alleen de lange reistijd van de leerlingen te verkorten, maar ook om samenwerkingsvormen te ontplooien en integratie en acceptatie van beide kanten mogelijk te maken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen alle kansen krijgen die ze kunnen benutten. Dus ook kinderen met een achterstand. Dus vandaar dat wij inderdaad naast de keuze voor speciaal onderwijs ook heel graag samen met het speciaal onderwijs regulier onderwijs mogelijk gaan maken. Integratie is een heel belangrijk begrip. We proberen de kinderen die hier bij basisschool de Esdoorn ingeschreven staan en een plekje krijgen, ook te laten integreren bij een stukje regulier onderwijs. Zodat zowel de kinderen van de reguliere basisschool als de kinderen van deze groep van elkaar kunnen leren en een stukje acceptatie kunnen opbouwen naar elkaar toe. Wij hopen dat dit zo aanslaat dat dit gewoon gecontinueerd kan gaan worden en dat dit de normaalste zaak van de wereld gaat worden. Niet alleen bij ons op school, maar ook op andere scholen in de regio en misschien wel in heel Nederland, je weet het niet. Goed voorbeeld doet goed volgen. Laten we het hopen, ja. Ja, ik denk dat het een mooi initiatief is wat echt iets heel moois kan worden. Ja. De nieuwe klas zal per september op de Esdoorn terecht kunnen. Als dit project goed verloopt, zal er gekeken worden of kinderen met een verstandelijke beperking ook op andere reguliere scholen ondergebracht kunnen worden. Verhuizende fruitbomen. Je komt ze niet vaak tegen, maar deze week waren ze in Lent volop aanwezig. Wegens de aanleg van een nieuwe weg in de Waalsprong moesten zo'n 100 Lentse hoogstamfruitbomen van de historische tuinderij De Lentse Warmoezier in 3 dagen tijd met kluit en al verplaatst worden naar een nieuwe locatie. De gemeente Nijmegen wil nog dit jaar beginnen met de aanleg van de Graaf Allard-singel. Maar kappen van de bomen was wegens de cultuurhistorische waarde niet van toepassing. Besloten is dan ook om de bomen op slechts een steenworp afstand van de huidige locatie een nieuwe plek te geven, zodat ook daar de 60 fruitrassen in alle rust kunnen blijven groeien.
In het weekeinde van 24 en 25 april gaan de deuren van de Cultuurclub in Elst open. In de Cultuurclub, dat gelegen is aan de Dorpstraat 39, huizen de muziekschool All Music, Babs Balletboutique en Theater De Kik. 2 jaar geleden vroegen de initiatiefnemers om hulp aan de gemeente Overbetuwe voor het realiseren van een kleinschalig theater, maar dit kwam niet van de grond. Daarop besloten zij zelf aan de slag te gaan. Initiatiefnemer Henk Hesseling van Theater De Kik hoopt nog steeds op steun van de gemeente om jaarlijks een breed aanbod voorstellingen op het podium te kunnen brengen. In het openingsweekeinde worden open lessen, workshops, presentaties en mini-concerten gegeven. De Arnhemse band Phoenix Park heeft afgelopen zaterdag de Beatles Golden Apple Award 2010 gewonnen. Deze prijs werd uitgereikt tijdens de 31ste jaargang van de jaarlijkse Beatles-conventie in het Museum voor Beeld en Geluid in het Mediapark in Hilversum. De Arnhemmers wonnen de prijs met hun krachtige en hedendaagse uitvoering van het Beatles-nummer Helter Skelter. Onderdeel van de prijs is dat deze eigentijdse rock'n'roll band in het najaar op tournee mag langs een aantal clubs in Liverpool die de bakermat zijn van de Beatles. Verder zullen ze ook volgend jaar weer op de fanclubdag aanwezig zijn, waar ze een betaald optreden mogen geven voor alle aanwezige Beatle-fans. Vervoersbedrijf Veolia verwijt de provincie Gelderland gebrek aan transparantie en overtreding van de wettelijke regels en stapt hiervoor naar de rechtbank. Zij zijn de aanbesteding misgelopen voor het busvervoer op de Veluwe dat in maart is toegekend aan vervoerder Sintus. Volgens Veolia hadden zij zelf de beste offerte en lopen nu 18 dorpen openbaar vervoer mis door de keuze voor Sintus. Veolia wil inzicht in de motieven van de provincie om voor concurrent Sintus te kiezen en gaat bij de rechtbank de winst opeisen van de misgelopen aanbesteding. Het rondkrijgen van coalitieakkoord ging gepaard met intensieve onderhandelingen, aldus formateur Gerry Elfrink. Maar nadat zondagavond de laatste wijzigingen zijn aangebracht in de tekst, kunnen nu de plannen voor de aankomende 4 jaar worden gepresenteerd. Tijdens de onderhandelingen is al naar buiten gekomen dat het grootscheepse plan voor een haven in de Arnhemse binnenstad van tafel verdwijnt. De haven was dus onderdeel van het stadsvernieuwingsproject Rijnboog. Bewustwording, dat is deze week het hoofddoel op de lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De gehele week staat de lerarenfaculteit namelijk in het teken van het project Seksuele Diversiteit in het Onderwijs, dat toekomstige docenten positief moet leren omgaan met vraagstukken over onder andere homoseksualiteit en verliefde gevoelens. Het bespreekbaar maken van onderwerpen als deze is binnen het onderwijs immers essentieel. Het bleek dat er een hiaat was in ons curriculum. Ik en een aantal collega's van mij vonden dat er meer aandacht moest worden besteed aan veiligheid. En in eerste instantie hebben we ons gericht op veiligheid in het instituut voor onze studenten en voor onze collega's. Maar het leek ook een goed idee om een keer de slag te maken naar een echte themaweek, waarin wij ook onze studenten met name bewust wilden maken van het feit dat een veilige school heel erg belangrijk is voor leerlingen, want dat is hun doelgroep om uiteindelijk zichzelf te kunnen zijn. En hoe gaan jullie deze week deze problemen of thematiek aankaarten? Nou, we hebben een aantal activiteiten. Sowieso ziet u achter mij de roze huiskamer, waarin de hele dag is deze geopend en met name in het pauzedeel van de dag zijn er activiteiten. Herkende hetero is daar een activiteit van en een stellingenspel. En we nodigen iedere dag van deze week mensen uit het werkveld uit. Dus we hebben vandaag een homoseksuele docent te gast gehad waar studenten vragen aan kunnen stellen. Morgen komt de voorzitter van COC Nijmegen praten met onze studenten. En op donderdag komen er leerlingen van het Dominicus College die een Gay Straight Alliance hebben opgericht afgelopen maand. En op die manier hopen we dat onze studenten zich wat bewuster worden van het homoseksueel zijn op een middelbare school. De bedoeling van de themaweek rondom seksuele diversiteit is vooral om bestaande problemen zichtbaar en bespreekbaar te maken. Een van de manieren waarop dat deze week wordt gedaan is met een aangepast programma waarbij normafwijkende seksualiteit centraal staat. Maar ook niet-leraren ontkomen niet aan het thema. Zo ontving de faculteitsdirecteur dinsdagmiddag een roze bandje en is het handgebouw voor deze week geheel in stijl in roze gekleurd. Ja, uitstekend. Ik bedoel, het is een initiatief van studenten en docenten van de lerarenopleiding. En een lerarenopleiding mag zich er wel eens mee bezighouden van wat het betekent om het thema sociale veiligheid daar
in goede zin iets mee te doen. Kijk, we kunnen natuurlijk niet iedere week zo'n thema organiseren, dat zou te veel zijn. Maar de gevoeligheid en dus de sensibiliteit om hiermee om te gaan en in zo'n week als deze daar aandacht voor te vragen, dat is wel een hele goeie. Ja, hoe belangrijk is het dat die aandacht aan wat besteedt? Ja, goed, er is, als je kijkt in het voortgezet onderwijs, is bijvoorbeeld homo nog steeds het scheldwoord van alle scheldwoorden die ze daar bezigen. Dat betekent toch dat daar kennelijk geen sociale veiligheid is. En ze dus iets moeten doen om, ik vind dat dat dus begint op de lerarenopleiding, maar ook op de scholen, om dat te sprake te brengen. En als daar ongewenst gedrag uit voortkomt, om dat dan ook bespreekbaar te maken, respectievelijk daar ook daadwerkelijk iets aan te doen. Het is hard nodig. U vindt dat er nog te weinig aandacht aan is besteed tot nu toe? Ja, als ik zie hier, en dan praat ik over mijn eigen organisatie, het ILS, de lerarenopleiding, hebben daar nog nauwelijks aandacht aan geschonken. Het is nu vooral door het initiatief van een werkgroep die zich daar heel nadrukkelijk mee bezig heeft gehouden, dat het op ieders netvlies is gekomen. Nou ja, kijk hier om je heen, je ziet ballonnen, je ziet posters, je ziet briefjes die verspreid zijn. Nu pas beginnen mensen dat zich te realiseren. En merkt u dat deze week al een positieve bijdrage levert? Nou, sowieso het feit dat we er zijn. En het feit dat er mensen binnenkomen en het feit dat het besproken wordt, dan is ons grootste doel al bereikt, zichtbaarheid. En dat gaat lukken? Ik hoop het. Het zou mooi zijn. Ik denk het wel. Ik heb er alle vertrouwen in. En het is één grote roze feest deze week. De week van de seksuele diversiteit op de HAN duurt nog tot en met donderdag 15 april. Uit een brief van demissionair minister André Rauwvoet van Onderwijs en Welzijn blijkt dat er een dringend tekort aan gastouders is. Voor ruim 60.000 kinderen is er op dit moment geen plaats bij een gastoudergezin. Door verlaagde vergoedingen en strengere eisen aan mensen om een gastoudergezin te mogen zijn, haken landelijk tienduizenden gastouders af. En dat merken ze bij het gastouderbureau in Lingewaard ook. Wat doet een gastouderbureau? Een gastouderbureau die zorgt dat de gastouderopvang geregeld is volgens de wettelijke normen. Dat betekent dat je vraagouders en gastouders bij elkaar brengt. En dan ga je dat zo inrichten dat dat allemaal voldoet aan de wettelijke normen. En ga je dat controleren en begeleiden volgens de wettelijke normen. Zodat de ouders in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Dus een stuk in de bijdrage zeg maar, van de kinderopvangkosten die ze hebben. Nou, sinds 1 januari is er dus een nieuwe wetgeving van kracht gegaan. En die is een stuk strenger. Veel zwaardere eisen ten aanzien van gastouders. En daar zijn heel veel gastouders wel van teruggeschrokken. Dus ik heb zelf wel ervaren dat er een hele grote groep is afgehaakt. Dat ik in eerste instantie gedacht heb van, alle oude gastouders die stoppen nu en ik heb geen bestaansrecht meer. Toen ben ik goed gaan informeren van hoe gaan we dit verder invulling geven. Gastouders bij elkaar geroepen die interesse hadden. En toen bleek met de goede informatie dat er toch nog wel een grote groep was die bereid was om door te gaan en een opleiding te gaan volgen. Want dat was wat het inhield om te gaan voldoen aan die nieuwe eisen. Er zijn momenteel ongeveer 55.000 gastouders die naar verwachting 120.000 kinderen kunnen opvangen tegen een vergoeding. Vorig jaar was er nog plek voor 183.000 kinderen. De nieuwe regels voor gastouderopvang houden in dat deze ouders voortaan moeten aantonen deskundig te zijn om kinderen op te vangen. Ook moeten ze een gezonde en veilige opvang kunnen bieden. Op zich is het wel goed dat er natuurlijk regels komen om gastouders daarop te controleren. Dus dat begrijp ik allemaal wel. Maar als je ziet dat een hele grote groep gastouders die ontzettend veel ervaring hebben, praktische ervaring hebben, nu een hele opleiding moeten doorlopen. Dat je je zeker voor de groep senioren moet afvragen of als je al een keer een gezin hebt opgevoed en al jaren oppasouder bent, of het dan nog zo belangrijk is om daar nog een hele opleiding voor te volgen. Ja, de afname is een landelijk probleem. Hoe zit dat in Lingewaard? Ja, ik denk dat het een landelijk probleem is, maar dat geldt dus ook voor Lingewaard. Ik ben meer dan gehalveerd, dus dat is wel behoorlijk. Hoewel het aantal gastouders op dit moment inderdaad is gedaald, is de verwachting dat dit in de toekomst wel weer aan zal trekken. Tot zover het kanaal 13 Nieuws. Hierna kunt u kijken naar de taxi in de stadsregio. Direct na het weer. Blijf kijken dus en graag tot morgen.